nu ook ingehaald. Oh, kijk uit voor die bol. Ik ga over de muur heen. Nee! Ik ga de berg af. Oh, ik ben over de muur heen gegaan. Jongens, Jaski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online race sessie hier samen met Liam. Hoi. Hoi, en Ryan. Hoi Ryan. Hey. Er race natuurlijk ook heel veel kijkers mee en de sneeuw lichter. Dus ik dacht, we gaan een Faggio race doen. Oh, in de sneeuw. Dus vind je het nog leuk? Ram natuurlijk zoals je kaart op lijn op. Dit is natuurlijk niet de enige race die we doen, want we doen er daarna nog twee. En in totaal dus drie races zoals altijd. Dus vind je het nog leuk? Ram natuurlijk zoals je kaart op lijn op. Zou ik super gaaf vinden. En als wij voor kerst, voor de... 9K? Ja. Omdat het 9K? 9026. Dan ja. Hebben jullie alle twee een getal erin. Is dat een goeie? Ja. Oké, 9000, 26.000 mogen kunnen gaan. Puur gewoon omdat het kerst is, zullen we dat super gaaf vinden. Dus klik erop en als je op dat duimpje omhoog nu ramp binnen 5 seconden, dan krijg je 5 jaar lang geluk. Oh, ik dacht, ik kom met iets spectaculairs. Nee, want de 5 seconden zijn nu al voorbij, dus ik hoop dat ze het dan wel nu al hebben gedaan. Ik dacht, kreeg je zo goed kerst. Ja, maar kerst is al bijna voorbij. Extra veel vuur. Ja, voor volgend jaar. Extra veel vuur. Nee, geen ongelukken met vuurwerk. Dat vind ik het betere. Ja, pas op voor de vingers en neem afstand. Ga er normaal mee om. Ga het niet naar mensen gooien. Steek het gewoon op een normale manier af, alsjeblieft. Gooi ze niet in de riolen. Nee, gewoon op de grond. Anders aansteken. Anders heb je poepjes dan klaar. Borre. Bij ons zijn ook wel soms papierbakken en alles in de fik gevlogen. Maar dat moet je niet doen, man. Ja, met normaal met vuurwerk omgaan. Nou, vuurwerk blijft legaal. Verlopen zolang nog, mensen er normaal mee omgaan. Zolang mensen normaal doen. Maar ja, dat doet niet iedereen helaas. Nee. Mensen maken kanonnen. We maken het concentreren ook tegelijkertijd, jongen. Ja, maar dat is zonde, man. Gewoon normaal ermee omgaan. Dan hou je het leuk voor iedereen. Ja, je hebt er niks aan om er dom mee te gaan doen of stoer mee te gaan doen. De enige die het namelijk dan stoer vindt, ben jezelf. En de rest die denkt, waar ben jij mee bezig, bro? Of je bent de hand kwijt. Of je bent een hand kwijt, inderdaad, dat kan ook gebeuren. Of een oog. Ja. Of wat dan ook. Of je bent blind gewoon. Ik ken één iemand die heeft een keer, zeg maar, een pot in zijn gezicht gehad. Auw. Maar die kwam net naast zijn oog. Nou, dan heb je echt geluk, jongen. Hij was wel verbrand. Ja, zijn hele wenkbrauw en alles was weg. Maar dan hoeveel geluk wil je dan hebben, hè? Ja. Kijk, het kan wel eens fout gaan natuurlijk, maar gewoon nooit je hoofd erboven steken, dan... kan er niks gebeuren. En sommige mensen steken helemaal geen vuurwerk af natuurlijk. Kan ook. Iedereen zijn ding, toch? Nee, ik steek ook nooit af. Nee. Wat heb je in je kamer liggen, Ryan? Nou, in de kelder. In de kelder liggen? Ja, op kelder staan. Paar potjes. Een paar prachtige... paar mooie blokken, hè? Ja, een paar prachtige blokjes inderdaad. Lekker bezig. Oh. Hey, ik wil altijd een backflip doen, maar ik durf het niet. Met het stuntje die er zit. Het is op zich nog wel makkelijk rijden bij de way met een Faggio in de sneeuw. Nee, alleen ik had verwacht die, dat we wel zouden wegslippen, maar dat valt wel mee. Ik ben alweer bij de finish, joh. Echt? Nu al? Ja, ik ben tweede. Hoppa! Hoe doen we dat? Oh, dat was een snel, compact, sneeuwig raceje. Maar wel te doen. Ja, dus te doen. Lekker. Zo, iemand kan vol tegen de zijkant aan. Kom op, met je oma masker op. Even doorrijden, jong. Iedereen moet finishen in deze race. Hoppa, dat moet te doen zijn. Goed zo, Liam is ook al gefinished. Oh, Liam erbij? Nou, ik check even of iedereen kan finishen, want hij ligt laatste namelijk. Ja, iedereen kan finishen, zie je wel. Easy peasy, jong. Dan gaan wij door naar natuurlijk de volgende race. Tweede race gaat ook van start en het is geen non-custom, jongens. Succes ermee. Ik hoop dat ik meteen weg ben. Als je nu laatste ligt, dan ben je echt de Sjaak. Daar gaan we, niet beuken alsjeblieft. Beuken. Wees aardig voor elkaar. Wees... Ah nee, niet doen! Oh, er wordt weer iemand volgebeukt. Ik kan doorrijden. Ja, ik kan doorrijden. Geen paniek. Ik heb er geen last van. Oh, dit is echt geen chill baantje. Oh, in de sneeuw. Ik slip helemaal weg. Ja, kijk uit hoor. Dit is een Grand Prix-achtig rally parcoursje op zand. Nou ja, daar ligt de sneeuw nu. Moet je me nou duwen, serieus? Ik word volop gefocust, joh. Hey, Ryan. Ja, dan kom je niet meer boven. En het is gewoon op het asfalt. Maar ja, daar ligt natuurlijk nu ook sneeuw. Dus dat is leuk. Maar oh, dit is niet te doen. Oh Ryan, oh Ryan, oh Ryan. Ja, hé jongen. Ryan, jij gaat echt alle kanten om. Nee, ja, dit stuurt niet. Kijk uit hoor, jij mag me inhalen van mij. Maar kijk uit, ik ga op de asfalt. I don't care. Doei Ryan.
Dit is makkelijker, dit is makkelijker. Nee! Je kan niet remmen in de sneeuw! Niks aan het handje. Oh, hier is de finish al! Hier is de... Ik ben derde! Ik ben derde! Dit is het meest korte baantje ooit! Ik ben de pitstop binnengegaan. Wat is dit? Dit... Nou, wat een goede race. Dat was makkelijk. Oh, ja, dit was een perfecte race. Yes. Ik was nog bezig met de uitleg wat voor race het was. En dat was de finish al. Dat was het. Oh, mooi. Jam die was denk ik op de wc. Want dat is nou ook de enige persoon die een DNF gaat krijgen. Omdat hij blijkbaar niet door had dat de race al was begonnen. Goeie Jam, lekker, ja, toppie. we gaan door. Het gaat heel snel. Naar de laatste race. De laatste race die gaat beginnen. En deze keer is die wel ietsje langer dan de vorige. Het is niet weer een 1 minuut baantje. Dus daar gaan we, jongens. Ik heb een mooi autootje erbij gepakt. Zo, Liam is een mini hero. Maar ik haal hem vol in. Kijk hoe snel die voor mij is. Ja, wat is dit dan? Wojo, wojo, wojo. Kijk uit voor de bocht. Want er ligt sneeuw. Mijn auto is echt snel, jongens. Zo, maar die van Lorenzo ook. Uh-oh. Al die minis die gaan er ook van door. Ja, je moet één verkeerde stuurbeweging nu. Je slipt weg, jongen. Ik ben echt bang voor die sneeuw eigenlijk. Ik ook, daarom reed ik traag. Ja, ik rem ook te veel af eigenlijk, terwijl het helemaal niet nodig is. Ik heb mijn winterbanden. Oh, mijn auto gaat te langzaam. Echt? Ik word overal ingehaald. Oh wauw, heb je wel custom of niet? Nee. Nee, ja, daar ligt het aan. Nee, je moet eigenlijk van elke categorie minimaal één auto custom hebben. Nou, ligt aan anders, de stuur, hè? Anders hou je er nooit bij namelijk. Oh, ik word nu ook ingehaald. Oh, kijk uit voor die bol. Ik ga over de muur heen. Nee! Ik ga de berg af. Oh, ik ben over de muur heen gegaan. Ik hoop, ik ben niet gerespawned. Dan moest ik weer helemaal opnieuw namelijk. Isis heeft wel veel grip. Ik sta tiende nu. De Isi. Ja. Ja, dit rijdt... Isi. Isi, die rijdt echt super chill. Maar je moet hem custom hebben. Wil je een beetje tempo bij kunnen houden. Maar... Ja, dat wel. Het is wel een fijn autootje inderdaad. Randjes pakken, want ik zou al moeten namelijk. Go auto, go auto. Inhoudraceje, inhoudraceje. Sta je laatste? Ja. Hoe doe je wat dat heb je gedaan? Ja, heel veel. Oh Liam, oh. Hey. Ga je even in, ja? Nee. Ja, jawel. Ik haal jou weer in. Ja, ik zie het, ja, je hebt de binnenbocht. Ik moest remmen daar, want anders vloog ik eruit namelijk. Net zoals hier. Jij kan scherper sturen volgens mij. Kijk, ben ik... Oh, nee, toch niet. Hé, hey, dat was wel een mooi bochtje, ouwe. Eerlijk is eerlijk. Ja. Dat was een mooi bochtje. Ja, je moet er goed in. Je moet van buiten naar binnen nu. Oh, maar dit is een scherpe, Is voor mij. Ik kan hem niet sneller nemen dan dit. Deze auto trekt heel snel op. En hij rijdt super fijn, maar bochten kan hij niet zo goed. Maar we hebben nog kans om mensen in te halen. Het is letterlijk alleen maar heel de tijd naar rechts sturen en dan rijden we heel langzaam die heuvel op. Oh, ja, rijden met z'n tweeën. Ook weer naar beneden, denk ik wel. Ja, dat zou misschien nog wel kunnen, ja. Het, alleen ja, het is alleen naar boven. Ik heb geen idee, ja. We gaan erachter komen. Oh, je loopt go, wel auto. Uit. Gasseu. Oh. Ik haal de zesde en vijfde plek langzamer zeker in, maar ik heb één fout gemaakt. Dat was over die vangrail knallen. Dat is zonde, man. Ah, ik knalde in die vangrail. Ja, dat is dus een fout die je niet moet maken, hè? Ja, ik knal het in de vangrail aan en de linker aan. Ja, dan sta je in één keer stil, hè? Ja. Zit er zo'n gat tussen, hè? Dan sta ja, je in één keer laatste. Stil. Daar is niet zo goed, hè? Nee. Naar links? Ja, ja, we moeten ook weer naar beneden, jongens. Moet je helemaal terug? Oh, gek. We moeten, nou, nee, de andere kant van de berg, waar de weg gewoon altijd al zit, daar moet je weer naar beneden. Dus niet op een kust een baantje, maar op dat weg die er altijd al 6 jaar lang ligt. Wow. Zo, Jesse die gaat driften door de bocht heen. Kom op auto, gas erop! Tot nu toe heb ik alle grip met deze auto. Alweer een vangrail. Ja, ik heb met deze niet van mij hoor. Het is een hele mooie auto, dat ben ik zeker eens, maar... Oh, ik ben weer bij jou. Oh, er slipt iemand weg. Ben je bij mij? Ja. Oh, hoe snel ga je naar beneden, jong? Ja, ik kon gewoon vol gas. Echt? Oh nee, ik niet hoor. Ik moet de hele tijd vol mijn rem gewoon. Oh, mijn auto die rijdt zo goed op rechte stukken, maar zo slecht in bochten. Oh, maar ik trek ze naar op, dus ik kan nog zesde worden. Kom, auto! Ja, ik ben zesde. Hier is de finish namelijk. Nee. Oh, zo de Christie wat voor de finish! Ja, hij zat naar mij te toeteren en hij rijdt vol tegen de vangrail aan. Oh, die baalt ervan, jongen. Oi, 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 oi. Maar daarbij zit natuurlijk deze video er wel weer op. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Het waren wel wat kortere races, maar natuurlijk in de sneeuw ja, kan je nooit zo heel veel doen.
Dus zodra de sneeuw weer weg is, dan gaan we natuurlijk weer normale races doen. En ook wallrides en alles erop en eraan. Maar Reinie heeft een DNF. Ja, ik zit lekker te driften. Ja, maar dan krijg je wel een DNF. Het is wel leuk, maar je gaat dan niet kunnen finishen. Nou. Dus mocht je hebben genoten, ram dat natuurlijk subscribe op like nog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer. Vergeet niet te abonneren op Reinie's kanaal voor meer. Vergeet niet te abonneren op Liefs kanaal voor meer. En tot de volgende keer. Bye bye.